Zoals jullie wel kunnen zien, ben ik niet momenteel in het YouTube-huis. Ik ben momenteel op bezoek bij mijn vader. Ja, ik ben gewoon op bezoek bij mijn vader. Ja, maar ik moet nu even douchen. Ja, maar vanaf dit punt heeft mijn camera besloten om het te begeven, inderdaad. Vanaf na dit shot is er totaal geen audio. Met als reden dat deze dode kat echt dood is. Ik was dus een paar dagen bij mijn vader, om precies te zijn ongeveer 4 à 5 dagen. En ik heb daar een klein beetje gevlogd. Maar natuurlijk, die microfoon was kapot, dus het meeste van mijn footage is niet te gebruiken. Ik heb mijn hond nog kunnen filmen. Fucking cow. Hoe de fuck werkt die microfoon ineens? Geen idee waarom dat die plots bij dat shot ineens besloot om wel te werken. Echt geen flauw idee. En ja, verder in de vlog zijn we nog naar een afterparty geweest van Final Fantasy. Maar toen heb ik mijn oude camera meegenomen. En dat ziet je ook duidelijk aan het kwaliteitsverschil. Ik ben hier momenteel bij de Final Fantasy lounge party. Ik ben helemaal rood omdat we hier in een rode kamer zitten. Oeh, het evenement is gedaan. Nooit. We gaan nu naar huis. Jullie hebben het natuurlijk gezien, ik was bij mijn vader, maar nee, ik ga nu deze nacht gewoon lekker in mijn comfortabel nieuw bed slapen. En dan morgen ga ik gewoon de trein terugnemen naar mijn vader. Voor de mensen die er al heel lang bij zijn. Hey, die toren hebben... Daar hebben wij gelivestreamd, 24 uur in de lucht. En Dennis Willen is een vlog in fucking vlogception. Ja. Ja, en dat knip je er zo typisch uit. Casper is niet zo tevreden met zijn popcorn dat hij heeft. Dude, als je popcorn eet, verwacht je toch zo'n zoetige of een fucking zoute smaak. Wel, zout is fucking, zeker al fucking niet lekker. En dan eet je popcorn en dan krijg je opeens een fucking brandende bek met een fucking limoensmaak. Ik bedoel, wat is het probleem met die Japanners, man? Wat voor eten pakken ze? Dat zijn Vietnamezen, man. Wat is het probleem met die Vietnamezen, man? Goed, dames en heren. Home sweet home. Dit is Kaalstup. Die heeft... een klein beetje veel pintjes gedronken, dus die is een klein beetje... Nee, niet beginnen te zeven, dan denk ik dat ik niet kan drinken. Nu, wat zit er in de goodie bag? Popcorn. Een film, genaamd King's Clave Final Fantasy XV, dus een film ervan. Final Fantasy XV The Game, Day 1 Edition. Een Final Fantasy poster. En een Final Fantasy zak. Ja, dat was het. En wij gaan nu slapen. Ja, joe. Het is de volgende dag. Ik ga nu... Ja, mijn muts, maar die zit niet meer blijkbaar. Bert gaat mij nu even wegbrengen naar het station. Die gaat zelf ook nog weg. En ik ga terug naar mijn vader. Ik heb geen idee hoe dat ik er ga geraken. Want gisteren was ik niet teruggegaan. Omdat mijn vader zo de auto uitleent soms aan iemand. En dan heeft hij dus geen auto voor de hele dag. Tot de volgende dag ergens. Dus ik hoop dat hij die vandaag terug heeft. Dat hij mij kan ophalen aan het station. Bij hem.
Anders moet ik eens horen waar dat mijn zus is en anders moet ik een uur op de bus zitten. Kijk, dat is nu iets wat ik haat aan YouTubers zijn. Je hebt keiveel jonge kijkers en natuurlijk als je rond 4 uur of op woensdag rond 12 uur ergens komt, staren ze je allemaal dood. Gewoon altijd als de scholen gedaan zijn, probeer ik het openbaar vervoer te vermijden, omdat dat meestal echt een merd is. Ik probeer meestal de bus rond 4 uur te vermijden. No hate, wij meeten jullie graag, maar dat is soms een beetje raar om dan tussen mensen te zitten die niks van heel dat ding snappen. Oh ja, het is gewoon raar. Eenmaal aangekomen bij mijn vader heb ik voor de rest niks meer gefilmd. Het is ook pas de dag nadien dat ik te weten kwam, toen ik op mijn laptop was aan het editen, dat de audio volledig weg was. En ja, dat is wel een beetje kut. Ik was toen eigenlijk een beetje gedemotiveerd om nog verder te vloggen, want ik dacht, oh nee, alle bestanden weg, dit dat. Maar ik heb er dit nog van kunnen maken uiteindelijk. De hoofdreden dat ik eigenlijk naar mijn vader was gegaan is omdat ik 1 december mijn rijexamen opnieuw moest doen. En deze keer heb ik dat gewoon terug in Antwerpen gaan doen. Daarvoor had ik dat in Geel gaan doen. Dat is ook eigenlijk Antwerpen, maar die omgeving ken ik daar niet. Ik heb dat echt letterlijk nu naast mijn geboortedorp gedaan. Dus ik weet er alle wegen. En ik ben uiteindelijk geslaagd. Jawel, na 4 keer heb ik eindelijk mijn rijexamen gehaald. Heb ik eindelijk mijn rijbewijs. Maandag moet ik dat gaan ophalen. Dus morgen, dus de dag dat je dit ziet, heb ik al mijn rijbewijs. Nu nog een manier vinden hoe dat ik een auto kan spawnen hier voor de deur, zodat ik dat kan gaan gebruiken. Ik hoop dat jullie alsnog van deze vlog hebben genoten. Geef een like, laat een reactie achter ofzo. Tot de volgende vlog, mensen. Ciao. It's Dennis for fuck's sake.